Ik word zo leuk verrast. Dus het was wel snappen. En ik kom thuis en de postbode is geweest. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik lig nu lekker een beetje op de bank en ik ga stofzuigen voor mijn moeder. Ik kan wel laten zien hoe ik het ga doen. Oké, ik ga nu stofzuigen. Even dweilen, want het is natuurlijk ook wel belangrijk. Goedemorgen, het is woensdag. Ja, maar mag ik ook goedemorgen zeggen? En ik moet altijd kijken of jouw beelden ook te gebruiken zijn. Maar vast wel. Ja. Ik word zo leuk verrast. Zij heeft heel lief ontbijt voor ons klaargezet. Echt super leuk. We gaan naar de ING. Mijn internet bankieren op mijn telefoon aanzetten. Oh, en we hebben onze matchen. Is weer aan. Laat ik ze wel weer zien. Nieuws rijden, het is zo heet in die auto, echt. En ik had heel erg honger. Maar ik wilde weg. Dus we hebben een rijstwafel. Veel te zo goed. Sauna! Deze. Die mevrouw schrok. Ik reed natuurlijk heel langzaam uit en ik rende om te kijken of er iemand kwam. En die mevrouw schrok. Die had me niet gehoord. Dus het was best grappig. Beetje een herrie, maar... Onze rokjes. Ze zien het niet wel erg. Ja, dat zie je wel. We hebben ze weer aan. En nu snel naar de bank. Het is gelukt. En het leuke was nog... Kijk eens wat de kinderen hebben. Ja, leuk hè. Oh. Wel heel ingewikkeld, maar het kon dus wel gewoon via de mobiel. Alleen, ja, echt 100.000 stappen en helemaal verstopt. Dat als je het programma niet uit je hoofd kent, het menu, dan ga je dat niet vinden. In ieder geval niet zomaar. Maar ze had het me dus telefonisch gewoon uit kunnen leggen toen ik dat gisteren vroeg. Want ik heb daar heel specifiek om gevraagd. Ik had deze wel vast. Dus het is wel grappig, die man heeft nu... dus intern een berichtje weer gestuurd aan de vrouw die ik gisteren aan de lijn had. Dat dat dus wel kon waar ik om vroeg. Want ik had weer een suggestie gedaan gisteren. Dat dat gewoon online moet kunnen. Dat heb ik natuurlijk helemaal uitgelegd. En dat had ze er ook ingezet. Dus daarmee bevestigde zij mijn verhaal. En hij zag dat het dus gewoon wel kon. Dus nou, heeft hij haar weer dus een bericht gestuurd. Hoe dat dus moet. En hopelijk dat niet anderen onnodig ditzelfde hoeven te doen. Dus ja. Nu snel naar huis. Want ik moest al best wel lang op bed blijven voor de verrassing van Sarah. Super lief. En dan dit allemaal regelen. Nou, je staat met al die maatregelen. Sta je best wel lang te wachten voordat je naar binnen kan en dat je aan de beurt bent. Dus ik ben gewoon een halve dag kwijt. Echt fijn. En ik kom thuis en de postbode is geweest en ik heb mijn nieuwe hoesje. Je hebt tegenwoordig allemaal hele mooie hoesjes en dat doe ik ook wel eens. Maar ik zweer dus bij deze. Je hebt ook die cases, maar die zijn anders dan dit. Dit is een heel zacht materiaal, buigzaam. En je gaat er dubbel overheen. Kijk, het is echt heel flexibel. En dan eerst de voorkant geloof ik en dan de achterkant. Die
absorberen echt alles als je er tegenaan komt. Hij zit er helemaal in. Die is wel iets anders, moet ik zeggen, dan die vorige. Ik hoop dat die net zo fijn is. En die hardcases vind ik dus niet heel fijn. Eigenlijk absurd dat je natuurlijk een telefoon koopt die mooi is en er dan een lelijke hoes altijd omheen moet doen. Maar goed. Ze maken altijd klaar om een mooie telefoon te zijn, maar we verstoppen ze allemaal weer in hoesjes. Maar deze hoesjes zijn wel heel erg shockproof. Dus die oude ook. Nou ja, uiteindelijk na 3 jaar had Sarah er iets mee gedaan dat hij het niet meer trok. Maar daarvoor echt wat die telefoon allemaal overleefd heeft. Echt, die stuitte er gewoon de hele trap af. Toek, 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 elke tree. En nou, overleefde het gewoon. Dus, even kijken. Zit nog niet helemaal lekker op de een of andere manier. Oké. Ja, die oude, hij is wel echt verkleurd na al die tijd. Wacht, wat ik laat zien. Na 3 jaar is mijn zo doorzichtig hoes. Dus echt helemaal verkleurd. En echt, ik heb echt alles geprobeerd. Op een gegeven moment door de vaatwassen halen alles. Maar het materiaal is verkleurd. Ik moet zeggen, als hij erin zat, ja, je had er wel iets last van. Dat je scherm wat minder helder. Maar zie het niet zo erg als zo. Maar ik denk ook door zonlicht en alles wat erop gaat en alles. Maar goed, ik heb wel zoiets als het nu weer gebeurt, ga ik hem iets eerder vervangen. Maar ja, ik zweer wel echt bij dit soort hoesjes. Ik vind ze echt perfect. Wat ik wel natuurlijk kan kijken, je hebt nu die voorkant of een andere achterkant van een merk overheen kan. Omdat deze natuurlijk ook de achterkant gaat over de voorkant heen. Ik kan bij deze beter laten zien. Dit doe je erop en dan doe je deze zeg maar zo erover. En dan vallen ze in elkaar. Maar als je een mooie hebt, zo, maar die dun is, dat je gewoon de ander eroverheen kan doen. Deze gaat de voorkant over de achterkant. En met deze gaat de achterkant over de voorkant. Dat is het grote verschil. Nee. Lekker barbecue. Nee, dat barbecuen, maar toen ging het regenen, dus we moesten helaas naar binnen en het was echt heel jammer. Maar wel lekkere barbecue en dat is geslaagd. Ik heb trouwens met het installeren van alles een spelletje ontdekt en ik ben echt hooked. Even kijken of ik het kan laten zien. Je moet dus proberen al die balletjes weg te spelen. Nou zal dit level nu niet lukken omdat ik met de camera zit. Maar ik ben zo hooked aan dit spel. Het is zo verslavend. Echt. En dan ben ik ook weer zo. Je kan zeg maar 3 sterren per level halen. En ik wil dus ook echt alles gewoon met 3 sterren halen. Want anders vind ik het niet leuk. Dus alle levels die ik gehaald had, maar niet met 3 sterren, ben ik dus alsnog overnieuw gaan doen. Om dus 3 sterren te halen overal. Nou, dit level gaat dus echt heel fout. Want ik had nu dus eigenlijk al die 3 sterren moeten hebben. Kijk, dan krijg je dus dit soort tafereelen. En dan gaat het nog niet helemaal goed. Maar dan speelt hij dus heel erg veel weg. Dan gaat hij op een gegeven moment ook versnellen, want anders duurt het echt te lang. Kijken of het me lukt als ik film. Ik moet dit niet doen. Ik heb nog nooit zo slecht gespeeld als nu. Oké, try again met camera. Wat nu wel lukt. De eerste bal gaan leggen. En soms moet je echt accepteren dat de eerste niet heel goed kan, omdat je dan zeg maar bij de eerste bal terugkomt, dat wordt je startpunt. Dus ja, de ene keer gaat dat goed, de andere keer niet. Soms is het echt millimeterwerk om te kijken of je bal dus goed krijgt. Maar deze gaat weer niet goed. Kan het niet als ik film? Kan het gewoon echt niet? Ah. Ik ben gewoon al bijna heel de avond bezig om dingen over te zetten. De meeste grote dingen die zijn wel gedaan, maar dan krijg je al die kleine uitzendprojecten waar ik eigenlijk echt geen zin in heb.
Maar goed, lekker boeiend voor jullie verder. Ik ga het dit keer van niet zo lang maken. Ik ga de klok nu wel echt goed in de gaten houden, want gisteren was echt schandalig. Ik heb het laat, maar niet te laat gemaakt. En ik ga nu lekker mijn bed in, dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Uiteraard bedank ik je weer voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dat is gratis en dat vind ik heel erg leuk. Hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!